Ja, dat is echt een geweldige tijd. 5 maanden, 800 uur. Ja, dat is helemaal top, joh. Collega's, altijd heel erg behulpzaam. Altijd dolle pret. Dansen, zingen, springen. De koninklijke pauze. De gezelligheid was zeker aanwezig. Ja. Ja, meestal ook nog wel zo missen. En dan denk ik toch nog wel de tomaatjes in de pauze. Ja. Nu Robert weg is, is het toch een andere. Er hangt geen sfeer meer. Het is. De lucht is veranderd. Er is geen Robert meer. Geen geur van tomatensoep. Ik mis het gewoon heel erg. En Robert was echt de beste stagiair die ik kon hebben. En het was altijd heel mooi. Robert die bakte altijd hier tomatensoep bij zijn eigen cupsoepautomaat. Die had hij zelfs een naam gegeven. Die noemde hij Tommy. En daar had hij altijd zijn tomaatjes. En dat deed hij met zo'n passie. Dat is echt geweldig. Dan pakte hij die uit deze stapel bekertjes, pakte hij de mooiste uit. Ging hij zoeken. En dan dacht hij toch van, nou, ging ze inspecteren. Dit is toch de beste beker. En dan ging hij met passie even zijn vriendje Tommy aaien. En dat vond hij geweldig. Echt compassie vanaf. En dan ging hij op de knop drukken. En dat geluid. Geweldig vond hij dat. Hij heeft het opgenomen en hij heeft het als zijn ringtoon gebruikt. Dus elke keer als hij gebeld werd, hoorde je dat geluid. Gaan we nog 1 keertje doen. Ja, dus dit doet me echt denken aan Robert. Ik mag zijn smaak in soep wel. Ik hou ook wel van tomatensoep. Maar ja, dat meurt hem weer de hele dag zo. En dan zit je de hele dag in de tomatengeur. Dus dat is ook niet alles. Zijn tomatensoep uiteraard, dat vergeet je nooit van je leven meer. Die wat zurige tomatenlucht om 9:30 ochtends. Ik ben wel eens om 's avonds 8 uur dat ik overwerkte, ben ik wel eens in deze ruimte gekomen. En Robert, die was om 6 uur, was hij cupsoep gaan halen. En ik dacht van toch even kijken wat hij die 2 uur al mee bezig is. En dan was hij 2 uur lang, was hij aan het zoeken naar het perfecte roerstaafje. Dit was echt een soort grabbelton voor Robert. En hij zocht naar het perfecte roerstaafje. En dan vond hij er een, dan ging hij hem inspecteren. En dan had hij ook zo'n klein weegschaaltje bij en die zette hij dan hier neer. En dan ging hij precies het gewicht van het roerstaafje ging hij afwegen, zodat alles perfect was. Ja, morgen laatste dagje. Het voelt een beetje alsof ik gewoon mijn huis verlaat. Mijn vader kwijtraak. Of ome Ivo. Ja. Wat een dondersteen is dat. Altijd maar met zijn grapjes en zijn boekje. Ja, melodramatisch. Ja, dat slaat echt op hem. Altijd maar grappen maken. Robert. Ja, wat deed hij eigenlijk, hè? Hij zat daar in het hoekje. Een beetje stilletjes altijd wel, hè? Dus ja, wat mis je dan? Vaak moet ik toch altijd even goed nadenken wie dat ook alweer is. Het is een beetje. Hij valt niet zo op. En. Soms is dat weer even van: hé, wat doe jij hier? En dan denk ik altijd dat hij iemand anders hoort. Of dat hij misschien. Van een andere school is. Of is hij nou de conciërge? Eigenlijk denk ik iedere dag alweer dat hij iets anders doet. Maar hij zat dus bij My Media. Nou ja, oké. Ik denk dat we het pas merken als hij echt weg is. Ja, ik weet niet. Hij is al weg. Oké. Ja. Misschien, ik hoop dat hij, Robert, goh, wat moet je erover zeggen? Oh, dat is die jongen met die kuppensoep, toch? Gaat hij weg? Oh, jammer. Was wel leuk. Ja, ik had wel een beetje pijn. Maar ja. En ook weer nieuwe kansen.
Ik neem nog een tomaatje. Ik zie hem nog steeds staan hier. Ik zou hem zo graag nog één laatste soepje willen geven. Eén laatste tomaatje. Nou, doei iedereen.